De emotie, op emotioneel vlak ben ik teleurgesteld. Ziek van dat we niet de 3 punten hier pakken. Dat was een stunt geweest. 10 man. Ja, uiteindelijk scoren ze de 2-2 is balen. Maar we hebben een puntje eruit gepakt, dus we hebben niet verloren. Dus dat is het belangrijkste. Teleurgesteld, uiteraard. Want je wil de wedstrijd winnen als je thuis speelt. En dat is niet gelukt, dus dan ben je teleurgesteld. Verstandelijk denk je aan, we hebben niet verloren. En dat was het scenario 2, dat mocht absoluut niet gebeuren. Dat wisten jullie ook, die vraag hebben jullie allemaal individueel ook gesteld. Van wat als je verliest? Ja, dat klopt. Daar moet je niet aan denken. Je moet je focussen op de wedstrijd. Dus verstandelijk gezien denk je gewoon, oké, we hebben hier een punt gewonnen. En de afstand blijft 4 punten. Ja, na die 2-2, ik wilde gewoon even celebration doen, maar... Ja, de jongen, iedereen zei gewoon nee, we moeten gewoon terug naar middenlijn. Ja, je weet gewoon dat je als je een rode kaart hier pakt, dat je onder druk komt te staan. En ja, dat gebeurde. Na 90 minuten zie je die bot met 9 minuten. Dan denk je, wow, op wat gebaseerd? Ja, het ging de afgelopen heel veel over de blessuretijd, hè, en het optreden van de scheidsrechter. Ja, dat was wel ook een opeenhoping van 50-50 beslissingen, waarvan ik en wij... als team het gevoel hadden van, oké, daar wordt niet voor gefloten. En de andere kant wel. Niet 1 keer, maar meerdere keren. Dat gevoel heb je op een emotioneel vlak. Natuurlijk ben je niet objectief, maar kijk je door een PSV-bril. Ik zei het al gewoon zoveel keer dat we de beste supporter van de Nederlands. En de Kuip is de beste stadion van de Nederlands. En als je gewoon dit soort wedstrijden meemaken met die zoveel mensen, gewoon met je naam, gewoon doorgaan, doorzeggen, is gewoon ja, geweldig, geweldig. Hoe is het met M. Wenen? Want die was niet goed. Buiten Westen of zo? Ja, dan moet je dus stoppen. Oké. Dat is toch gewoon een hoofdletsel. Dan moet je het spel acuut stoppen. Dat is de spelers buiten bewustzijn geweest. Dus dan dat is gewoon gevaarlijk. Daarom is die regel er. Dan moet je niet dat voordeel door laten lopen. Daarom is die regel er. Hij was buiten bewustzijn. Dat probeer ik ook aan te geven. Dat was een hele slechte beslissing. Acuut stoppen, de medici naar binnen, in dat veld, in de jongen. Het gaat om de gezondheid van die spelers. Dat was een grote inschattingsfout. Maar eigenlijk, als je jou nu ook beluistert zo... Eigenlijk vind jij toch dat Feyenoord de meest constante ploeg is in Nederland. In het voetbal had ze laten zien... Maar ja, dat vind ik niet. Dat is een vaststaand feit als je ook gewoon de statistieken erbij haalt. Hè. Dus ja. Het is niet van ja, de trainer van Feyenoord vindt. Nee, het is bijna elke keer als wij punten verliezen. Want Martijn refereerde net aan Heerenveen, daar had hij een andere reden voor. Maar die speelde ook gelijk met het aantal doelpogingen. Was echt niet te tellen. En de tegenstander krijgt amper iets. Dat is wel iets wat ons een beetje achtervolgt dit seizoen. Maar... ik vind dat wij de positie waar we staan op geen enkele wijze gestolen hebben. Omdat ik nog niet 1 wedstrijd kan bedenken waarin wij meer gekregen hebben dan we recht op hadden.